video voor jullie. En deze week is het een dit of dat video. Nou, dit of dat is bijvoorbeeld een broek of een rok. Donker of licht, bruin of blauw, ik zeg maar wat. Dus bijvoorbeeld twee dingetjes en ik moet er eentje van kiezen. En waar ik dus uit ga kiezen, dat hebben jullie bepaald. Ik heb namelijk twee keer deze foto gepost. Op deze foto staat, make me choose this or that. En daaronder heb ik geplaatst, laat een reactie achter waar ik uit kan kiezen. Bijvoorbeeld broek of rok, haar vast of haar los. Nou, en ik ga al jullie inzendingen proberen te behandelen. Ik heb er echt veel gekregen, dus ik moet wel even een beetje keuzes maken soms. Het zijn er dus echt aardig wat en ik wil gewoon meteen gaan beginnen. De allereerste, nooit meer op vakantie of nooit meer filmpjes maken op voor YouTube. Dus echt nooit meer op vakantie. Ik hou echt heel erg veel van YouTube. Maar nooit meer vakantie, dan denk ik dat ik echt een burn-out zou krijgen. En dat is niet gezond. Ik moet wel gezond blijven. Dus dan moet ik helaas kiezen voor dat ik dan nog wel op vakantie mag. En dan nooit meer YouTube filmpjes maken. Maar dan maak ik Instagram filmpjes of Facebook filmpjes. Dan vind ik wel een manier om toch mijn leuke hobby filmen te doen. Nooit meer dansen of nooit meer kunnen zingen. Nou, dit is wel een leuke, want ik kan niet dansen en ik kan niet zingen. Ik wil wel dansen als ik uitga. Dus ik ga dan wel voor dat ik mag dansen. Nooit meer low-waist broeken of nooit meer high-waist broeken. Die is best wel simpel. Nooit meer low-waist. Kunnen vliegen of eeuwig kunnen leven? Nou, dan denk ik dat ik ga voor kunnen vliegen. Heel tof dat je nooit dood gaat natuurlijk. Maar alles en iedereen om je heen gaat wel dood. Primark of H&M? Ik ga nu toch meer neigen naar Primark. Hoewel ik H&M ook heel erg leuk vind. Ik kies gewoon Primark. Nooit meer filmpjes maken of nooit meer mascara dragen. Nou, mascara draag ik ook pas 4 jaar. Dus ik vind het echt niet zo erg om weer terug te gaan naar geen mascara. Dus dan ga ik voor nooit meer mascara dragen. Voor de rest van je leven je haar niet kammen. Of voor de rest van je leven je nagels niet knippen of vijlen. En die gaf me ook nog succes met kiezen. Maar die vind ik echt makkelijk. Echt makkelijk. Ik knip of vuil mijn nagels nooit. 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 Ik heb geen vuil. We hebben een nagelknipper in huis. Maar die gebruikt Mitchell eigenlijk voor zijn nagels. Ik gebruik het niet. Zomer of winter? Dan moet ik gaan voor zomer. Hoewel ik winter ook heel erg leuk vind. Maar ik neig meer naar zomer. Krullend haar of stijl haar? Krullend haar. Sneeuw of hagel? Sneeuw natuurlijk. Hagel doet zeer. Sneeuw is ook niet altijd heel erg handig. Maar ik kies toch voor sneeuw. Apple of Samsung? Ik heb niks van Samsung. Alleen maar van Apple. Dus ik kies sowieso voor Apple. Essie of Catrice? En dan denk ik dat het om de nagellak gaat van Catrice. Ik heb ook nog nooit iets anders gehad dan nagellak van Catrice. Maar ik ga wel voor Essie. Haar vast of haar los? Haar los. Wit of bruinbrood? Bruinbrood. Dit is mijn lieve vriendin. Mijn lieve zus. Niet mijn echte zus. Maar we noemen elkaar zus. Die zegt nooit meer sushi of nooit meer acrylnagels. Toen mijn vriendinnen werden. Dat was mijn periode. Dat ik iets van 3 jaar acrylnagels al droeg. En ik ben er wel mee gestopt. En ik mis ze nog steeds elke dag. Mijn echte mooie, stevige, mooie nagels. Maar ik kies wel dan voor nooit meer acrylnagels. Want ik moet sushi hebben in mijn leven. Het moet. Iedere dag alleen maar avondeten. Dus ook 's ochtends. Of alleen maar ontbijt eten. Dus dat je... Oh. Maar dan, ja, nee, avondeten. Want dat betekent dat ik dan nooit meer patat kan eten, pizza kan eten of pasta kan eten. Maar ik kan er niet zonder, dus ik zou dan doen alleen maar avondeten als eten. 24 uur niet eten of 24 uur niet drinken? 24 uur niet eten. McDonald's of KFC? McDonald's. Engeland of Amerika? Ik kies voor Amerika, want dat is wel echt een droom van mij. Voor altijd kaal of geen tanden meer? Als ik dan geen tanden meer kies, mag ik dan wel zo'n klappertje? Hoe heet dat? Kunstgebit. En dat een pruik gewoon niet ideaal genoeg is. Je kan natuurlijk wel heel veel verschillende soorten. Oh, dat is eigenlijk ook wel vet. Nee, geen tanden. Met een kunstgebit. Je YouTube kanaal of je familie? Ja, mijn familie. Denk ik. Hè? Huh? Ik kan toch niet zeggen, hey familie, adieu. Ik ga alleen praten tegen camera. Dus doei. Dat kan niet. Vloggen of gewoon filmen? Dus filmen wat ik nu gewoon doe en vloggen met mijn vlogcamera. Ik denk dat ik wel kies voor filmen gewoon. Ik kies wel voor gewoon filmen. Over 10 minuten doodgaan of voor altijd leven? Over 10 minuten? Nee, want dan is Mitchell nog niet thuis geweest. Nee, doe dan maar voor altijd leven. Anders zie ik echt niemand meer. Bloggen en YouTube als hobby houden of als baan hebben? Dus dat ik dit... dus dat ik dit fulltime doe. Dus dat ik niet meer mijn kantoorbaan heb. Dat is niet heel moeilijk. Nee, dat vind ik niet moeilijk. Ik vind niet dat het heel realistisch is als ik nu zeg maar mijn baan al zou opzeggen voor YouTube en blog. Het zou wel heel vet zijn als dat noemenswaardig was. Dus ja, ik zou gaan kiezen voor dat YouTube en blog echt mijn werk zou worden. Dus dat ik dit fulltime zou kunnen doen. Overal piercings of overal tatoeages?
Tatoeages, denk ik. Ja. Oh ja, deze. Deze vraag vond ik zo stom. Je vriend betrappen met een ander of door hem betrapt worden terwijl je zelf bezig bent met een ander? Nou, allebei niet alsjeblieft. Ach, alsjeblieft. Nee, nee, ik ga niet kiezen. Hier ga ik toch niet kiezen, hè? Nooit meer kunnen praten en horen of nooit meer kunnen kijken en horen? Ik wil wel kijken, maar ik wil ook praten. Sowieso rot dat ik al niet kan horen. Bij beide keuzes kan ik gewoon niet meer horen. Oké, dan zou ik niet meer willen horen en niet meer praten. Ik wil nog wel kijken. Ja, ik wil nog wel kijken, denk ik. Jawel, ja. Nog een meter groeien of een meter krimpen? Oh, die is zo easy. Krimpen. Ik zou gewoon blij zijn als ik een meter korter was. Liever een hand in je gat of een gat in je hand? Nou, doe maar een gat in mijn hand dan. Toch zeg ik het goed? Gat in mijn hand. Ja, 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 ja. Niet een hand, nee. Video opnemen met een duo of een single YouTuber? Ja. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, denk ik. Denk dat ik dan ga voor een single YouTuber. Ja, ik ga voor een single YouTuber. Ik zou het trouwens sowieso vet leuk vinden om met andere YouTubers filmpjes op te nemen. Nooit geen YouTube meer of een jaar je vriend niet zien? Als ik mijn vriend een jaar niet zie, kijk, we overleven dat heus wel. Dat denk ik wel heel erg. Dat is lastig hoor, hem een jaar niet zien. We wonen al best lang samen. Elke dag zie ik hem, elke dag. En dan moet ik hem een jaar lang niet zien? Kijk, het langste dat ik hem niet gezien heb was 3 weken. En dat vond ik al verschrikkelijk. Toen, ik denk, ik ga... Oh, kutjes, dit weet ik echt niet. Nooit meer YouTube. Of nooit meer... Of een jaar Mitchell niet. Maar wat is nou een jaar op ons hele leven nog? Nooit meer YouTube. Nooit meer YouTube. Nooit meer muziek of nooit meer YouTube? Nooit meer muziek. Nooit meer zoet of nooit meer hartig? Nooit meer hartig. Nooit meer een telefoon of nooit meer een camera? Nooit meer een camera. Ik heb gewoon het... camera op mijn telefoon. Een roze aap of een paarse panda? Roze aap. Lippenstift of lipgloss? Ik heb nog nooit lipgloss op gehad. Dus ik denk lippenstift. Ik denk dat gloss dat ik dat ook niet chill zou vinden. Dus ik ga voor lippenstift. Water of frisdrank? Nou, ik drink eigenlijk altijd water en bijna geen frisdrank. Dus dan doe ik water. Hakken of Nike's? Nike's. Prada of Chanel? Ja, geen idee. Ik kies maar voor Chanel. Ik vind dat er altijd mooi uitzien. Chanel flesjes parfum en Chanel tassen is wel mooi, maar geen idee. Chanel. Hond of kat? Kat. Nooit meer chocolade eten of nooit meer shoppen? Nou, ik lust geen chocolade, dus chill. Nooit meer chocolade. Hier moest ik zo om lachen vanmorgen. Mitchell of Skes, zei iemand. Dus Mitchell of onze kat. En Mitchell had gereageerd met een huilpoppetje. Nee! Mitch Skes. Kies ik voor. Skes weg? Of geen YouTube-video's meer maken? Nou, geen YouTube-video's. Het is mijn dochter, Skes. Ik kan echt niet kiezen hoor dan. Nooit meer voeten hebben of elke dag in bad met poep? Nooit meer voeten. Nooit meer voeten. Nee. Ga toch niet in bad zitten met poep elke dag? Zou je voor YouTube gaan of voor je blog? Dat vond ik best wel een vraag waarvan ik dacht, ja. Met mijn blog moet ik ook fotograferen. En ik ben de laatste tijd echt wel bezig met... proberen om goed te fotograferen. Ik heb ook wat geld geïnvesteerd om wat betere foto's te maken. Dus ik ga voor YouTube. Maar ik vind het jammer dat mijn blog dan weg moet. Maar dan maak ik gewoon een filmpje over foto's die ik heb gemaakt. Ik heb een mooie foto gemaakt, kijk maar. Dan plak ik hier een foto. Kerst of Sinterklaas? Lastig, maar ik ga voor kerst. Even kijken. Geen kinderen of geen vriend? Waar ik nu ben, met mijn 22 en in een klein huisje wonen, mijn ding nog willen doen, uitgaan, zou ik kiezen voor geen kinderen. Maar op dit moment in mijn leven, dus right now, is het geen kinderen. Je haar voor altijd wassen met mayonaise of voor altijd dezelfde onderbroek aan? Voor altijd dezelfde onderbroek aan, denk ik. Maar dan was ik hem gewoon elke dag. Er zaten hele moeilijke vragen bij, hele grappige vragen en vragen die ik zelf niet had kunnen bedenken. Heel erg bedankt voor al jullie inzendingen. Ik vind het echt super leuk dat jullie zo met mij mee willen denken. Wil jij voortaan ook meedenken? Volg mij op Instagram, want ik stel best wel vaak dit soort vragen op Instagram. Ik wil misschien binnenkort weer een Q&A opnemen. En als ik dat doe, dan zie je een oproepje op mijn Instagram. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden en ik zie jullie heel graag volgende week. Doei doei!